Dag bij Dedication Nation. In dit filmpje gaan we het hebben over het meest onderzochte en misschien wel het meest bekende supplement op de markt. Creatine. Eerst en vooral, je voedings- en trainingspatroon zijn vele malen belangrijker dan eender welk supplement. Zoals in vorige filmpjes al gezegd, als je die twee zaken niet op orde hebt, dan is er geen supplement ter wereld dat je verder gaat helpen. Vandaar de naam ook, supplement. Het is een aanvulling. Daarbij is het ook mogelijk dat creatine niet op iedere persoon hetzelfde effect heeft. De ene zal er iets meer voordeel uithalen dan de andere. Waarom maak ik een filmpje over creatine? Wel, ten eerste omdat ik zo ongeveer wekelijks een vraag krijg omtrent creatine. En omdat er weinig supplementen zijn die echt potentieel hebben of die echt goed werken. Creatine heeft zijn werking al vaak bewezen in allerhande sporttakken en al jarenlang wordt dit bestudeerd. Het is dan ook eigenlijk het meest verkochte supplement ter wereld. Niet enkel jonge kerels in de fitness gebruiken het. Mensen in elke leeftijdsgroep met allerhande verschillende doelen kunnen voordelen halen door het supplementeren van creatine. Dus, wat is het eigenlijk? Wat is creatine? Heel simpel, het is een combinatie van aminozuren. Niks spannenders, creatine wordt trouwens ook door het lichaam zelf geproduceerd en is vooral te vinden in vis en rood vlees. Het is dus geen product dat uit een of ander raar laboratorium komt, nee, het is een perfect natuurlijke substantie. Hoe werkt creatine? Het volgende stukje bevat wat wetenschap, dus ik ga het zo simpel mogelijk proberen te houden. Maar in het kort, nadat het lichaam creatine vormt, of nadat het gesupplementeerd wordt, bindt creatine zich met een fosfaatmoleculen en vormt het creatinefosfaat. ATP is de energiebron van het lichaam. Wanneer je lichaam koolhydraten, proteïnen of vetten verwerkt, doet het dat met het doel om dat ATP te produceren. ATP is verantwoordelijk voor bijna elk proces dat er in het lichaam omgaat. Als je het vorige begrijpt, is dat vrij logisch aangezien het lichaam energie nodig heeft om te kunnen blijven werken en om rond te draaien. ATP zorgt dus voor deze energie. Als de energie uit het ATP-fosfaat gebruikt is, dus als die ATP op is, wordt het omgevormd naar ADP. Het lichaam kan hier dus zo goed als niks meer mee doen, aangezien ADP energieloos en nutteloos is. En nu wordt de rol van creatine belangrijk. De creatine doneert als het ware fosfaten aan het lege ADP, waardoor het terug ATP kan worden en dus terug energie kan produceren. Dus, in het kort, de creatine zorgt ervoor dat het lege en nutteloze ADP terug energierijk ATP wordt en dus je lichaam wat langer en efficiënter van energie kan voorzien. Wat zich dus kan vertalen in net iets langer of net iets harder trainen. Creatine heeft niet alleen het voordeel dat het de lege ADP-cellen terug van energie kan voorzien, maar ook dat het een energiebron op zichzelf is. Dus ook op die manier kan creatine je meer energie geven om wat harder te trainen. Een laatste en zeer belangrijk element van creatine is dat het de eigenschap heeft om spiercellen te voorzien van meer vocht. Dit is zeer belangrijk aangezien de eiwitsynthese van het lichaam hierdoor verbeterd kan worden. Het lichaam gaat dus efficiënter omspringen met bijvoorbeeld de opname van eiwitten. Die zijn belangrijk voor spieropbouw. Maar, is creatine nu wel zo veilig als het al het voorgaande doet? Wel, tot op heden is er niet één, ik herhaal niet één, studie die aantoont dat creatine negatieve effecten heeft op eender welk proces in het lichaam. Dus iedereen die denkt dat ze een neveneffect gaan ondervinden van creatine, hoeft hier geen schrik voor te hebben. Zorg wel dat je zeker voldoende vocht binnenkrijgt, want zoals net gezegd zorgt creatine ervoor dat het lichaam meer vocht wil vasthouden, zeker als het goed zijn lichaam wil doen. Anders kan het wel eens dat je wat misselijk gaat voelen of dat je wat maagklachten gaat krijgen. De laadfase. Is het nodig om creatine te laden, zoals dat genoemd wordt? Nee, dat is absoluut niet nodig. Tijdens zo'n laadfase zou je ongeveer een week of 10 dagen misschien zelfs 15 gram per dag of meer creatine supplementeren en daarna overgaan op de gebruikelijke onderhoudsdosis van 5 gram per dag. Het enige nut dat een zogenaamde laadfase kan hebben, is dat het spieren wat sneller kan verzadigen. Met een onderhoudende dosis van 5 gram per dag zal het ongeveer 30 dagen duren voordat je spier goed gesatureerd is door de creatine. En eigenlijk ook voordat je een continu effect zult ondervinden. Persoonlijk zou ik de laadfase niet doen. Over het algemeen is het gewoon een marketingtrucje om de pot sneller leeg te krijgen zodat je sneller en vaker de creatine koopt.
Ook is het niet nodig om creatine te cyclen of af te wisselen. Dus het is helemaal niet nodig om bijvoorbeeld 6 weken te supplementeren en om daarna een maand niet meer te supplementeren. Wat is het beste moment om creatine in te nemen? Het beste moment om creatine in te nemen is direct na de training. Bij je post-workout maaltijd bijvoorbeeld. Dit om verschillende redenen. Als je slim traint en eet, dan zou je een bepaalde hoeveelheid koolhydraten na je training moeten eten. Die helpen de creatine om makkelijker opgenomen te worden. Het lichaam reageert als een soort spons op wat het binnenkrijgt direct na een training. Ook hierdoor zal het lichaam alles beter opnemen, dus ook de creatine. De laatste reden is de simpelste. Na de training zijn de creatineniveaus laag. Die vul je dan best gewoon weer aan, zo simpel is het. Nu, als ik zeg direct na de training, bedoel ik niet binnen de minuut dat je klaar bent met je training. In een volgend filmpje gaan we het ook hebben over het anabolic window na een training. Dus iedereen gaat ervan uit dat hij binnen het half uur na een training gegeten moet hebben. Dat is niet het geval. Maar, zoals is gezegd, daar meer over in een ander filmpje. Welk type creatine kies je het best? Dat is zonder twijfel de standaard creatine monohydraatvorm. Al de andere vormen zijn veel te duur en werken vaak ook een pak minder goed. Dus uiteindelijk ook weer gewoon iets voor de marketing, zodat de producenten meer en verschillende vormen van creatine kunnen verkopen. Tot slot wil ik er nog bij zeggen dat voorverpakte vloeibare creatines grote onzin zijn. Creatine degradeert namelijk naarmate dat het zich in vocht bevindt. En het wordt afgebroken tot creatinine, waar het lichaam helemaal niks mee kan doen. Deze zijn tot wel 5 keer minder effectief, deze vloeibare creatinevormen. Ook fabrikanten en producten die claimen dat je door hun creatine geen vocht vasthoudt, vermijd je best. Een van de manieren waarom creatine doet wat het doet en vaak goed werkt, is net omdat het eigenschap heeft je lichaam meer vocht te laten vasthouden. Dan tot slot de do's en don'ts nog even. Er zijn eigenlijk geen don'ts. Het is niet zo dat je het niet mag mixen met bijvoorbeeld je shake of met bijvoorbeeld cafeïne. Dat zijn allemaal mythes die al lang achterhaald zijn. Vaak wordt ook gewoon de standaard dosis van 5 gram per dag geadviseerd. Nu, er zijn manieren zoals je kunt berekenen op basis van lichaamsgewicht wat de exacte dosis voor je is. Maar dan gaan we tot op tiendes van grammen werken en dat is gewoon niet relevant. Dit was het voor dit filmpje. Vergeet niet te subscriben en zoals altijd kun je de bronnen waarop de claims in dit filmpje gebaseerd zijn terugvinden in de omschrijving. Tot de volgende!